Hallo, ik ben Tine. Hopelijk gaat alles goed met jou in deze vreemde tijden. Ik vind het heel bizar dat iets dat zo klein is, zo'n gigantische impact kan hebben op heel de wereld. Het deed mij eigenlijk ook een beetje denken aan een van mijn boeken, De Vlindertheorie. De Vlindertheorie ziet er zo uit. En de Vlindertheorie, ja, dat is een theorie. En die theorie zegt van ja, de lucht die verplaatst wordt door de vleugelslag van een vlinder, wat echt eigenlijk super weinig is en eigenlijk onbeduidend. Dat kan toch iets gigantisch, groots en oncontroleerbaars in gang zetten, zoals een orkaan aan de andere kant van de wereld. En dat is ook wat er in de vlindertheorie gebeurt. De vlindertheorie gaat over Lean. En Lean sluit aan het begin van de zomer een weddenschap af, waarvan ze denkt van, ach ja. Maar eigenlijk blijkt die weddenschap wel ja, heel haar leven te gaan controleren. En dan wordt dat iets zo gigantisch groot, dat ze ook niet meer weet van wat moet ik nu doen. En dat is zeker niet altijd fijn. En Lean vindt dat ook zeker niet altijd fijn. Maar ja... Alles wat ze in gang gezet heeft, maakt ook wel dat Jens in haar leven verschijnt. En dat is eigenlijk best wel fijn. En dat is een stukje dat ik jullie nu graag wil voorlezen. Een stukje over Lien en Jens en pannenkoeken. Neem in elk geval een pannenkoek mee. Ik haper bij de drempel, de klink in mijn handen. Hij heeft niet echt pannenkoeken meegebracht. Zelf gebakken. Jens duwt een pakje in aluminiumfolie in mijn handen. De geur van de lauwe pannenkoeken komt zo mijn neus binnendrijven. Ik weet ineens zeker dat hij er aardbeienconfituur heeft opgedaan. Ik eet mijn pannenkoeken altijd met aardbeienconfituur. Na alle zomers die we als kind in elkaars tuin hebben doorgebracht met pannenkoeken, moet Jens dat beslist weten. Ik weeg het pakje aarzelend in mijn hand. Open de deur. Ik kijk naar alle mensen die verderop in de zaal samen zitten. Ze lachen, praten, luisteren. Misschien doen ze alleen maar alsof ze druk bezig zijn. Heel waarschijnlijk doen ze alleen maar alsof er niks aan de hand is. Maar ze zijn tenminste niet alleen. Dat hebben ze tenminste al gewonnen. Is het dom als ik mezelf 5 minuten het gevoel geef dat ik graag gezien word, ondanks alles? Ik recht mijn schouders. Misschien kunnen we ze beter buiten opeten? Jens loopt voorbij alle banken en picknicktafels tot we helemaal achteraan in de tuin zijn, nog verder dan de bank bij de treurwillig. Bij het stuk dat mama met opgetrokken neus een wilde tuin zou noemen. Jens trekt zijn rugzak open, haalt een rode deken tevoorschijn en ploft zuchtend in het gras neer. Ik laat mezelf op het andere uiteinde zakken en friemel aan het pakje pannenkoeken. Je kunt ze beter meteen opeten. Nu zijn ze tenminste nog een beetje warm. Ik scheur het aluminium open en prop mijn mond vol pannenkoek. Een deel van mij wil vragen waarom hij in godsnaam pannenkoeken heeft gebakken. Wat zij daarmee hoopt te bereiken. Maar er is ook die andere kant, die al het gemaal en gepor in mijn hoofd beu is en 5 minuten lang wil verdrinken in zon en pannenkoeken met aardbeienconfituur. En voor deze ene keer wint die kant het. Kijk eens wat ik nog heb meegebracht. Jens werpt een spel Uno op de deken. Ik moet glimlachen. We zijn geen 8 meer, Jens. Vandaag zijn we heel even weer 8. Voor ik nog iets kan zeggen, begint Jens de kaarten al uit te delen. Ik was helemaal vergeten hoe zalig het kan zijn om 8 te zijn in de zomer. Dat is een stukje over Lien en Jens en hun pannenkoeken. Als je meer wil lezen, dan moet je hier zijn. Ik hoop dat jullie deze zomer gigantisch veel pannenkoeken met aardbeienconfituur gaan kunnen eten op elke plek die jullie maar willen. Stay safe. Dag.